Je hoort het al, dames en heren. Vandaag kicken we het oldschool. En het kan ook niet anders dat we maar één game gaan spelen. En dat is Final Fantasy VII. Deze week komt de remake uit. Sommigen zullen hem al hebben gehad. Van Bol.com en Game Mania zag ik. Want die verschepen de game eerder. Allemaal cool natuurlijk. Maar voordat we in de remake gaan duiken, willen we nog één blik terugkijken op het verleden. En waar deze hele Final Fantasy VII franchise eigenlijk is begonnen en groot is geworden. En dat doen we natuurlijk op de PlayStation Mini. Ik weet niet of die ook PlayStation Mini heet. PlayStation Classic. Hij heet de PlayStation Classic. En daarmee kunnen we gewoon oldschool games spelen via HDMI. Super makkelijk. De game selectie is niet zo heel erg top. Maar er zit gelukkig wel Final Fantasy VII op. En daar gaan we mee beginnen. Daar gaan we nu gewoon gelijk induiken. We beginnen uiteraard een nieuwe game. En ik denk dat velen van jullie ook nog wel... Ik check even deze oldschool controller ook. Dat is toch echt insane. En ik denk dat velen van jullie ook wel die demo hebben gespeeld van Final Fantasy VII Remake. En dat is natuurlijk gewoon het begin van Final Fantasy VII. Dat is dan ook precies wat we gaan spelen. Dus voor de mensen die het origineel niet gespeeld hebben, die krijgen dan een blik op hoe het er eerst uitzag. En ik denk dat dat best wel interessant is. Squaresoft. Nog voordat het Square Enix was. Legendarische naam in gaming, jongens. Squaresoft. Hier word je toch blij van. Wat ik zei, we gaan gewoon een nieuwe game spelen. Dus niet continue. Nee. Een nieuwe game. Daar zie je hem al staan. De Buster Sword. En ik vind sowieso dat Final Fantasy VII heeft een van de allermooiste openingsintro's van alle Final Fantasy die tot op de dag van vandaag zijn uitgekomen. Ik zal dan ook even mijn mond houden terwijl dit filmpje straks gaat afspelen. En besef even, hè, dit was voor die tijd mind-blowing. Echt mind-blowing. Was nog nooit eerder gezien, nog nooit gedaan. En Square, zelfs nog op de dag van vandaag denk ik, maar misschien iets in mindere mate, was destijds echt een partij die de boundaries altijd pushte van de hardware. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom Final Fantasy VII op de PlayStation is gekomen. Want daarvoor was Final Fantasy eigenlijk best wel een Nintendo-merk. Maar Nintendo bleef bij cartridges en Square, het bedrijf dat ze zijn, wat ik net zei, dat continu boundaries blijft pushen. Die wilden geen concessies meer maken bij hun visie van de game. En dus namen ze afscheid van het cartridge formaat
En kozen ze voor PlayStation. Deze game is volgens mij op 4 discs. Dus hij nam best wel wat ruimte in. Onder andere door al die cutscenes die je zag. En we gaan er gewoon in duiken, jongens. Het was dan ook origineel de bedoeling dat Final Fantasy 7 gewoon voor de Super Nintendo nog zou uitkomen. Nog gewoon volledig sprite-based, 2D. Maar die is hebben ze Chrono Trigger uitgebracht. En is deze gepusht naar de volgende generatie. De muziek blijft ook nog steeds geweldig, hoor. Als kleinkind begreep ik dus echt nooit, hè, hoe Cloud er zo mooi kan uitzien in de battle-scènes, maar niet in de game. Oh, dit nummer, jongens. En zoals je ziet bij de remake zijn ze redelijk trouw gebleven aan de game. Hey, kom. Ik zal uiteraard niets over het verhaal gaan spoilen, want ik kan me goed voorstellen dat er heel veel mensen die nu gaan beginnen aan Final Fantasy VII Remake nog nooit Final Fantasy VII hebben gespeeld. Ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf ook nog nooit Final Fantasy VII heb uitgespeeld. Het was wel mijn allereerste Final Fantasy, maar ik weet wel hoe het verhaal nu loopt en hoe dat afloopt. Cloud Strife natuurlijk. Ik ben altijd wel iemand die gewoon voor de echte naam gaat, jongens. Cloud Strife natuurlijk ook een van de vetste characters gewoon ever in Final Fantasy. Biggs, Wedge natuurlijk een inside joke. Zit er altijd in Final Fantasy. Kleine knipoog naar Star Wars. Dat wist wel Barrett, maar dankjewel, man. Dit zag er echt insane uit, jongens. Die handjes ook, jongen. Het lijken wel hamers. Random encounters. Thing of the past inmiddels. Maar wat ik zei, origineel had Final Fantasy 7 dus gewoon moeten uitkomen voor de Super Nintendo. En was het eigenlijk ook een compleet andere game. De game zou zich afspelen in New York. Kan je het je voorstellen? De game zou zich afspelen in New York. En ik weet niet meer of ik met hem moest praten. Ah, oké, okay, cool. En het zou een soort van detective-achtige verhaalvertelling moeten zijn. De intro van Final Fantasy 7 is best wel spectaculair trouwens. Zeker voor die tijd. Final Fantasy 7 Remake verschijnt natuurlijk officieel op 10 april, maar wordt dus al eerder uitgegeven. Ik moet er wel bij zeggen, voor de mensen die dat nog niet wisten. Het Final Fantasy 7 Remake is episodic. Het is dus niet de volledige game die je kent zoals hier op de PlayStation 1. Dit is echt nog PlayStation 1 tijdperk.
Maar dit verhaal is dus opgeknipt in verschillende episodes. En deel 1 komt dus nu uit op 10 april. En ik heb daar een beetje gemengde gevoelens over. Ik had liever gewoon de complete game gehad. En niet dat ze de game geen eer aan doen. Of dat je te weinig content krijgt of iets dergelijks. Maar ik wil gewoon gelijk het gehele verhaal nog een keer. No, after all, I did work for Shinra, you know. The plant's full of Mako energy. People here use it every day. The evil Shinra company, dus de Shinra Electric Power Company, die harnessed Mako, zeg maar, de planeet, de levensenergie van de planeet. En dat zet ze om in onder andere bijvoorbeeld elektriciteit en dergelijke. Dat draait de wereld op, maar jij werkt voor Avalanche. Dat is een soort van eco-terroristengroep, hoe je het ook wil noemen. Die de aarde wil gaan redden, want door het refinen van Mako gaat de aarde gewoon naar de kloten. Here we go. Ik ga het origineel denk ik nog een keertje spelen. Maar dan gewoon op de Nintendo Switch. En dat heeft ermee te maken, ik vind de Nintendo Switch echt heerlijk. Omdat ik natuurlijk veel moet reizen voor GameKings. Veel in de trein zit iedere dag. Nu dan even niet met coronavirus. En dit soort games, turn-based, zijn ideaal om dan op te pikken en te spelen. Ik speel op dit moment ook tegelijkertijd Final Fantasy 9. Die speel ik dus op de Switch. Daar ben ik nu halverwege, denk ik. Ik speel het lekker rustig aan. En daarna speel ik, voor de mensen die de stream natuurlijk ook volgen, heb je nog niet gecheckt, twitch.tv/koosgk. Daar speel ik Final Fantasy 14 ook vrij vaak. En wat ik zei, dit was mijn eerste Final Fantasy. Ik vond het destijds echt ongelooflijk bruut eruit zien. Maar ik zal je ook heel eerlijk vertellen, ik was gewoon verreweg te jong. Ik was gewoon niet ready om dit soort type games te spelen. En het verloor mijn interesse nogal snel. Het is nooit echt heel ver gekomen. Maar dat is allemaal veranderd met Final Fantasy 8. Ik weet niet wanneer Final Fantasy 8 uitkwam, maar dat was een stukje later. En het zag ook iets mooier uit nog. En sindsdien ben ik eigenlijk verslingerd geweest aan Final Fantasy, de serie, de franchise. En moet ik zeggen dat niet Final Fantasy 7 mijn favoriet is, wat voor veel mensen wel zo het geval is, maar Final Fantasy 9. Final Fantasy 9 is een kleine throwback naar de roots van Final Fantasy. Iets meer fantasy setting ook. Dit heeft een wat meer cyberpunk anime steltje. En ik vind die gewoon zo nice. Zoals je ziet, de omgevingen waren echt, zelfs nu, maar absoluut zeker voor die tijd, zo ongelooflijk gedetailleerd met al die pre-rendered backgrounds. No. En ik vond het design van Barrett destijds ook heel tof. En natuurlijk de Buster Sword, ook geweldig. En de Buster Sword zou eigenlijk ook in Final Fantasy 10 zitten. Sterker nog, hij zit in de game. Maar je kan er alleen bij komen wanneer je... hij zit ergens diep verstopt in de code. En volgens mij via cheating devices of iets dergelijks. Kan je hem alsnog gebruiken. En dan gebruikt Tidus de Buster Sword. Iconisch waar natuurlijk. Ik had altijd een dikke crush op Jesse. Hier gaan we. En wat we gaan doen nu, althans dat is de bedoeling. We gaan deze reactor opblazen. Om de Shinra Company een hak te zetten natuurlijk. Ja, dat deden we toch al. Pfft.
geen voice dialogue, jongens. Alles was nog tekst. Ik moet je zeggen, ik heb de Amerikaanse voiceovers natuurlijk gehoord. De Amerikaanse, de Engelse dub van Final Fantasy VII Remake. Vond ik niet tof. Ik heb dan ook veel liever de Japanse stemmen. Maar dit heeft ook wel wat hoor. Laten we maar gebruiken, hè? Hupsakee. Didde. De eerste keer dat ik deze Victory fanfare hoorde, jongens. Oh mijn god. Ik wist destijds helemaal niet dat een staple van de game was. Nee, dat hoeven we niet in... Ah, jongens, meen je dat nou? Dat zijn dus die random encounters. Oh, en ook nog een back attack. Dat is niet cool. Dat is niet cool. Dat is één. En ik weet niet of ik dit al had gezegd. En dat is ook iets wat ik niet wist. Maar Final Fantasy 7 en Final Fantasy 10... die spelen af in hetzelfde universum. Wel echt 1000 jaar na elkaar of iets dergelijks. 10 eerst dan en later pas 7. Maar dat wist ik helemaal niet. Maar dat is volgens mij inmiddels bevestigd door Square. Aan de hand is, zal ik niet verklappen. Dan moet je lekker zelf gaan ervaren. Boom! Deze ken je misschien ook nog wel van de remake demo. Het was best wel een episch gevecht, moet ik zeggen. Ik vind dat ze dat goed vertaald hebben. Ik denk dat ik even een potion ga pakken. Voordat ik straks het loodje leg. Effective. Deze muziek, jongens, onvergetelijk. Onvergetelijk. Itempje eraan doen, hè? Doe Barret ook gewoon meteen. Ik
Ik weet niet of dit genoeg gaat zijn, maar... Want anders gaan we weer flinke damage krijgen. Nee. Voor Cloud. Bolt. Wat een verschil met de moderne versie, jongens. Ongelooflijk. Maar hier geniet ik net zo hard van, hoor. Kijk, daar is hij. Take everything, hell yes. Ontsnappen. In de remake is het dan 20 of 30 minuten, dat is wat je zelf instelt. Wat is er hier? Ah, jongen. Ja, dat krijg je als je dan een beetje loopt te klooien. We hebben hier geen... We hebben hier namelijk geen... Ik ben gewoon even de naam vergeten. We hebben geen thumbstick. We hebben geen analoge thumbstick. We hebben alleen directional pad. Dus de movement is iets minder soepel. Ik ben nog voor de eerste keer dat ik magic gebruikte, jongens. Wauw. En ik denk dat Final Fantasy 7 voor mij ook een hele goede manier was om in Final Fantasy te stappen als eerst. Want natuurlijk, het zit al in de naam. Final Fantasy heeft een hele sterke fantasy achtergrond. En fantasy is over het algemeen niet mijn, type genre. Door deze wat meer cyberpunk-achtige setting... Kon ik er makkelijker in komen. En 8 was eigenlijk ook net zoiets. En de Gunblades en 8. Jongens, ik werd er helemaal gek van. Zeg, moet je met Jesse praten of wat is er aan de hand? Waarom staat ze dan nog? Upske. En zodra we ontsnapt zijn, dan breien we er een einde aan. Dan hebben we een beetje de remake demo gespeeld, toch? Maar you gotta respect the classics. You gotta respect the classics. Misschien ben ik een beetje biased, hoor. Want ik vind het ongelooflijk vreed. Maar ik vind het er niet slecht uitzien, jongens. Ik vind het er echt niet slecht uitzien. Inmiddels is bijna Final Fantasy 7 overal voor uitgekomen. En kan je het zelfs op PC spelen. Maar de PlayStation blijft voor mij toch het platform. Ik denk eigenlijk sinds eind jaren 90 en begin 2000 was Final Fantasy onlosmakelijk verbonden met de PlayStation platform. En hij heeft het merk PlayStation natuurlijk ook heel goed gedaan. Take every turn.
Shit, nu ben ik aan het kloten volgens mij, want ik weet niet waar ik naartoe moet. Fuck, moest ik naar Jesse? Dit ga je niet menen, toch? Oh shit, ik deed gewoon change. Nou, daar hebben we mazzel mee. Destijds was ik niet helemaal weg van het design van de monsters, maar inmiddels ben ik eraan gehecht. Ik vraag me af wie op de Genkings redactie dit ook nog heeft gespeeld. Misschien Skate. Skate zou wel zo'n persoon kunnen zijn. Volgens mij inmiddels niet meer, maar... Ah, nee, je gaat me toch niet zeggen dat ik Jesse eerst moest ophalen. God. Ik zag haar nog staan. Ik had zoiets van, waar blijft ze? Wat gaat ze doen? Kan ze niet uit zichzelf bewegen of zo? Oh. Dat krijg je bij fixed perspectieven. Dan loop je wel eens terug. Ik had dat ook heel vaak in Resident Evil, jongens. Loop je kamer in. Maar heb je je directional pad nog dezelfde kant op. Hop, ga je weer die kamer uit. Verschrikkelijk. Gelukkig hebben we deze geweldige soundtrack om ons entertained te houden. Maar nu gaat het wel krap worden. Oh my god. Kom op, boys. Barret. Nou, dat moet genoeg zijn, ja, ik wou net zeggen. Ja, yeah. Oké, let's go, let's go. Kom maar, kom maar, kom maar. Loop, 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 daar staat ze. Ze mis! Ja hoor. Dat is het enige wat ik hoefde te doen. Wat een onzin. Wat een onzin. Maar ja, oké, okay, whatever. Gelijk door. Hopelijk komen we niet zoveel random encounters tegen. Want anders hebben we echt een probleem. Oh my god. 3 minuten. Let's go, let's go, let's go. Kom op, jongens. Niet veel ouwe. Please be kind. Oké, okay, de lift kunnen niet worden aangevallen. 2 minuten. Het kan nog. Het kan nog. Let's go. Open die deur dan. Oh, dit gaat er echt mijn einde worden, man. Bijna limit break. Maar ik moet zeggen, ondanks dat ik Final Fantasy XIV pas sinds vorig jaar eigenlijk echt speel... is het gelijk al direct een van mijn favoriete Final Fantasies ooit, man. 1, het ziet er geweldig uit. Maar vooral de verhalen. Jezus, man. Ondanks dat, dat The Realm Reborn af en toe een beetje een grindfest is... is het verhaal wel echt gruwelijk. Kijk, 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 kijk. Kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op. Moet ik echt elke keer tegen jullie gepraat voor de deur? Jezus, Biggs, kom op.
Ik heb haast, kan je dat niet zien dan? 1 minuut 20. Nou, Wedge, ben je zover? Je weet dat het een filmpje gaat worden als het in één keer extra pixelated wordt. En dat was hem, jongens. Dat was hem. Dat de destruction van Mako Reactor 1. En ik wilde jullie gewoon even mee terug in de tijd nemen. Naar PlayStation tijdperk. Volgens mij kwam deze game in 1997 uit. Zoiets. Volgens mij is de ontwikkeling begonnen in 1995. En was het destijds een van de duurste gameprojecten ooit. En volgens mij, als je het nu rekent, heb ik ergens van Digital Gaming, geloof ik hoor. Was de productie ongeveer 70 miljoen als je inflatie meerekent. Wat ontzettend veel was. Nou, we kennen allemaal het verhaal. Final Fantasy 7 heeft een legendarische status gekregen in gaming. Een legendarische status sowieso in de Final Fantasy franchise. Ook al speel je Final Fantasy niet. Iedereen kent Final Fantasy 7. Iedereen kent Cloud Strife. Iedereen kent zijn Buster Sword. En ja, ik kan niks anders zeggen dan dat ik ontzettend enthousiast ben om Final Fantasy 7 Remake te gaan spelen. Laat dat ook heel even weten hieronder in de comments. Ben jij een Final Fantasy fan? Heb jij Final Fantasy 7 ooit gespeeld op de PlayStation 1 of een ander platform? Laat het weten. En ga je ook de remake spelen die deze week uitkomt op de PlayStation 4? Laat het me weten. Alvast bedankt voor het kijken. En nog een hele fijne dag verder. Ciao!